Maar we gaan beginnen. En dat weet ik niet. Misschien dat er meerdere kijken dat ik dat niet kan zien. En er zijn ook altijd mensen die naar de hand kijken. Oh kijk, er komen alweer een paar bij. Ja, we zijn... we gaan net beginnen. Dus allemaal welkom, degene die hier zijn en degene die thuis luisteren. Fijn dat jullie er ook weer zijn. Ik hoop dat het geluid allemaal goed is en het beeld, ik denk het wel. Dus we gaan maar gelijk beginnen. Sla je Bijbel open in Filippenzen, want daar zijn we natuurlijk op zondag, op donderdagavond mee bezig. Woensdagavond, ja. Waarom ik donderdag zeg, weet ik niet. Woensdagavond. En we zijn in hoofdstuk 4. Vorige keer hebben we natuurlijk gesproken over dat hij ons komt halen in de hemel, vanuit de hemel. En ook dat er herkenning is in de hemel. Dat is ook zeer zeker het geval. En nu komen we in hoofdstuk 4. Ik lees even een paar versen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Mijn blijdschap en kroon staat al zo in de Heere. Geliefden, ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zijt deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere alle tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend, de Heere is nabij. Laten we eerst open in gebed. Ja, Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, dat u zo'n liefhebbende vader bent. Veel mensen zien u gewoon als iemand die alleen maar kan straffen en boosaardig is. Maar dat is absoluut niet het geval. U bent genadig, barmhartig, goede tieren, Vader. En ook een rechtvaardig God, natuurlijk. Maar daarom dank u ook voor het kruis, Vader. Dat wat uw rechtvaardigheid eiste, dat mensen gerechtig zijn, dat is nu door het kruis. Kan dat, Vader, kunnen wij allemaal die gerechtigheid toegerekend krijgen. En dat is omdat u van ons houdt. Wilt u ook door uw woord ons weer leren, Vader, en door uw Heilige Geest licht geven? Op. Dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, nou, Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde. Moet kijken wat hij zegt, ja? Hij spreekt tegen de Filippenzen. Nou, 4 kwalificaties. Hij noemt ze geliefde broeders, gewenste broeders. En het is natuurlijk de hele gemeente, broeders en zusters. Ze zijn geliefd, ze zijn gewenst. Ze zijn ook de blijdschap van Paulus. En hij noemt ze ook geliefde. Dat is toch bijzonder, ja? Als jouw apostel jou zo een brief schrijft en je zo noemt, ja? Is dat ook hoe wij naar elkaar kijken, ja? Met al onze verschillen die we hebben natuurlijk, die zijn er. Want we zijn nou eenmaal allemaal verschillend. En dat is ook helemaal niet erg. Maar goed, je ziet ook hier in het vers 2, dat Paulus ook twee vrouwen vermaant. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. Dus er is ook wel iets aan de hand dat er geen eensgezindheid is. En als hij dat zo in zijn brief schrijft, nou dan is dat toch waarschijnlijk iets waar dat hij wil proberen te voorkomen. Dat zou iets uit de hand lopen. Dus die twee namen staan wel in de Bijbel nu. Het zal je naam maar zijn. Ja? Dus, en die gaat er ook nooit meer uit. Maar goed, daar kom ik zo meteen wel op. Maar weet je wat zo mooi is hier ook? Staat in die drie versen. Hij zegt in vers 1. Staat al zo in de Heere. Het woordje in de Heere. Staat al zo in de Heere. In vers 2. Wees eensgezind in de Heere. En in vers 4, verblijd u in de Heere. Dat sowieso, altijd. Het zijn drie belangrijke elementen. En staat al zo in de Heere. Hoe bedoelt u dat nou? Nou ja, als ik dus in zijn context lees, hij begint in vers 1 met zo dan. Dus zo dan, ja. Dan gaat hij weer verder. En hij heeft iets afgesloten. Nou, als je kijkt in hoofdstuk 3, dan praat hij over hoe hij in zijn verleden was. En dat hij dat als drek heeft beschouwd. En dat zijn grootste verlangen is 3 vers 10. Ja, of vers 9. Dat hij in Christus gevonden wil worden. Niet hebbende zijn rechtvaardigheid. Mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Christus is.
namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Dus niet mijn rechtvaardigheid. Paulus was in zijn verleden, voordat hij gered werd, dacht hij door zijn eigen gerechtigheid, eigen rechtvaardigheid, God te kunnen behagen. Hij zegt ook, ik dacht door vele, ja, zelfs vijandige dingen te doen, God te behagen, dat dacht hij echt. Dus toen hij ze allemaal vervolgde, dacht hij echt dat hij God een dienst bewees. Maar niet van dat alles. Daar is hij nu achter gekomen. Hij wil nu de rechtvaardigheid van God hebben door het geloof. En dan, en dat is zijn leven. Zo is de invulling van zijn leven. Niet of ik een mooie auto heb, of dat ik veel op vakantie kan gaan, of dat ik mijn leventje zo luxe en mooi kan inrichten. Daar heeft hij het helemaal niet over. Voor hem staat op de allereerste plaats, en dat geldt, dat schrijft hij ons allemaal, of je nou jong bent of oud. Afgelopen zondag hebben we het natuurlijk ook over gehad met de jongeren. Hè. We zien ook de voorbeelden van jongeren in de Bijbel die duidelijk een keuze hebben gemaakt voor de Heer. En dan zie je met Paulus ook, daarom geldt voor ons allemaal, opdat ik hem ken. Daar gaat het bij Paulus om. Ja, dat ik persoonlijk hem mag gaan kennen. Net als je bijvoorbeeld, ja, je kent elkaar en op een gegeven moment krijg je de verkeerde. Ga je elkaar leren kennen en dan maak je de keuze. Nou, met jou wil ik verder. Maar goed, dat betekent, dan begint het echte kennen pas. Want dan heb je een vaste relatie. En dan ga je veel met elkaar om. En dan ga je elkaar ook steeds beter leren kennen. Nou, met je relatie zie je natuurlijk de leuke kanten. En er zijn ook wel eens minder leuke kanten, zo gaat dat. Maar met de Heer Jezus Christus hebben wij dat niet. Ja? We hebben alleen maar een goede kant. Ja? En die, iets moois is er niet. En Paulus zegt, en die wil ik kennen. Ja? Dat is mijn grootste doel in mijn leven. En de kracht van zijn opstanding, want die heb ik ook nodig in dit leven. Ja? Om de zonde niet te laten heersen in mijn leven. En de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Dus dat is aan je oude mens afsterven en de nieuwe mens te leven. En dan of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Ja? Dus dat hij uit de kracht, de geestelijke kracht van de opstanding mag leven. Dat is zijn grootste wens. En dan zegt hij ook, ja, niet dat ik het allemaal heb gekregen. Ik ben er nooit helemaal. We zullen het nooit in dit leven, maar we zullen wel langzaam groeien. Steeds meer en meer en meer. En dat is ook dat we, ja, weten ook dat hij zegt, jaag naar die prijs. Je gaat jagen om iets, een jager gaat jagen om iets te schieten. Hij wil hem vangen. Ja? Hij gaat iets naar jagen. Nou, ook voor ons, jagen naar de rechtvaardigheid, dan krijg je ook die prijs van de roeping Gods. Nou, en dan zegt hij ook in vers 15, zoveel als wij al volmaakt zijn, laat ons dit gevoel. Laten wij ook het gevoel hebben, het jagen naar de gerechtigheid. Ja? De Heer Jezus beter te willen leren kennen en uit de kracht van zijn opstanding te willen leven. Nou, en als je kijkt in vers 17, dan roept hij ook op, volg dus mij, want er zijn vele mensen die wandelen anders. Gelovigen die mij verlaten of die mij aanvallen. Ja? En in zijn laatste brief schrijft hij ook, ja, ze hebben mij in Azië. En nou, Filippi, dat ligt in Macedonië, dus dat is in Griekenland. Dus dat is niet Azië, maar daar hebben ze hem allemaal verlaten. En bij Paulus zijn leven ook, heeft hij daar constant mee te maken gekregen, waar hij ook kwam, dat zijn boodschap werd aangevochten, ja? En zijn bediening. We zijn in 2 Korinthe 13 bezig op zondag. Nou, dan hebben we het constant in die laatste hoofdstukken erover. Maar dat was niet alleen bij Korinthe. Ja, Filippenzen, waar zegt hij het ook tegen hun? En hij weent in vers 18, ja, omdat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Het kruis van Christus wordt in zijn volle glorie in de brieven van Paulus verkondigd. Wil je het kruis begrijpen? Sorry, maar dan is het echt zo. Dan moet je de brieven van Paulus, de Romeinenbrief vooral natuurlijk, lezen. Want Efeze, dat gaat over onze hemelse hoop. Daar lees je niet zo heel veel over het kruis. Ja? Dat is vooral de Romeinenbrief. Nou, maar er zijn velen die wandelen anders. Ja, en dat klopt, want als je natuurlijk afwijkt van de brief van Paulus, waar ga je dan naartoe? Dan ga je naar de Evangelie. Ja, en daar lees je eigenlijk niks over het kruis. Ja, over het feit van de kruisiging. Maar als de Heer Jezus erover spreekt, van ja, ze zullen mij overleveren. En ik zal gekruisigd worden. En ik zal ten derde dagen opstaan. Dan zitten ze allemaal van, nou, ja, waar, ze snappen het niet. Waar heeft hij het over? Dus hoe kunnen wij nou over de leer van het kruis in de Evangelie zijn? Dan zou je het niet leren.
Dan moet je bij de brief van Paulus zijn. Dus ja, blijf daarom. Daarom zegt hij ook, volg mij. Ja, want velen wandelen anders en noemt hij ze veilig van het kruis. En dan uiteindelijk in vers 20, onze wandel is in de hemelen. Ja, dit evangelie, waarom is onze wandel in de hemelen? Niet alleen wij gaan naar de hemel. Velen denken, ja, dan komen wij met Christus weer terug. Maar dan snappen we het plan van God niet. Ja? Want wij gaan naar de hemel, maar wij hebben een huis waar? Eeuwig in de hemelen. Dus dat is onze stek, om het zo maar te zeggen. Ik had van de week, vorige week nog iemand die zegt, ja, nou ja, naar de hemel, ik weet het niet hoor, joh. Is daar allemaal, ja, die dacht dan ook schijnbaar, iedereen gaat naar de hemel. Alleen een minuut later zegt hij weer dat hij er niet in gelooft. En ja, dat is daar toch, daar kunnen we toch nooit allemaal in? Nou, ik zeg, weet u hoe groot het universum is? Ja, dat is het probleem niet. Nee, wij zijn daar, daar is onze wandel en wij gaan daar regeren. En zolang wij hier op aarde zijn, maar we zullen eenmaal door hem gehaald worden en dan dat vernederde lichaam. Dat is onze verwachting, dat dat een nieuw lichaam wordt dat hij ons komt halen. Nou, ik heb even een beetje klein samengevat wat in hoofdstuk 3 staat. En dan zegt Paulus, zo dan. Ja? Mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat al zo in de Heer. Zie je? Sta al zo in de Heer. Je moet het altijd in zijn context lezen. Dat is wat hij tegen ons zegt. Hij geeft ons een goede raad. Ga ook zo in de Heer staan. Nou, en ik vermaan Euodia en Syntyche, of ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heer. Nou, dus als je kijkt, het in de Heer staan, dat is het eensgezind zijn, het staan en het verblijden. De focus is dus in al die dingen die ik net noemde, de Heer Jezus Christus. Dat moet je focus zijn. Als je in de Heer bent, ik zeg het heel simpel, je ziet het vaak in de Bijbel staan, in de Heer. Ga even met me mee naar Galaten. Dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld daarvan. Galaten 5. Nou, wat was er bij de Galaten aan de hand? Galaten, nou, dat was ook een gemeente. Paulus heeft hun geroepen, heeft hun het evangelie verkondigd. Ze zijn gered geworden. Hij heeft ze over de genade verteld en dan komen er Joodse Joden, die komen met het evangelie en je moet een andere evangelie. En die willen hun brengen naar een andere evangelie, naar het evangelie van het koninkrijk op aarde. En ja, met de wet erbij. Dus ja, dan moet je de wet houden. Dan komt Paulus, dus dat is ook weer een aanval op het evangelie van Gods genade. Nou, dus kijk in Galaten 5 vers 1, dan roept hij ook op, staat dan in de vrijheid met welk ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Staat in de vrijheid, wij zijn vrijgemaakt. En ieder die afwijkt van Paulus naar de wet gaat, die komt onder de dienstbaarheid. Dat kan niet anders, dat zegt hij heel duidelijk. Nou, dus zij willen onder de wet zijn. Ik weet eigenlijk niet zo gauw meer waar het staat. Gij die onder de wet wilt zijn, zegt hij eigenlijk in de gelaten brief. Maar ik kan het zo gauw niet bedenken. In vers 5 vers 4, toch? Ja, ja, oké. Okay. Christus is u ijdel geworden, vers 4, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Ja, en hij zegt ook ergens, gij die onder de wet wil zijn. Maar, wacht eventjes. Dus ze zijn, Paulus schrijft echt een brief op poot omdat ze hem verlaten. En dan zie je in vers 10, in vers 9 zegt hij, een weinig zuurdeeg verzuurt het hele deeg. Nou, we weten met deeg, voor degene die het niet weten, deeg, zuurdeeg, dat laat het brood rijzen. Als je dat niet doet, dan krijg je zo'n dunne plak in je, ik kan bijna hard vertellen wat. Wij hebben ook een keer wat meegemaakt hier en toen bakblik, dat we zagen maar niks omhoog komen. Toen bleef het inderdaad zo dun maar. Nou, dat is dus als je geen gist aan toevoegt. Als er gist aan komt, dan wordt het dus groter en groter. Nou, dat is ook met iemand die een verkeerde leer vertelt. Dan noemt Paulus een zuurdeesem. Want dat kan de hele gemeente doortrekken. En dat was bij de Galaten het geval. Ze wilden allemaal onder de wet. Dus ze waren van de genade naar de wet overgegaan. Dus ze waren helemaal geïnfecteerd. Het begon met een klein beetje. En het, net zoals het brood. Het was een klein beetje en het brood wordt helemaal groot. Nou, en dan zegt hij,
in vers 9, een weinig zuurdeeg verzuurt het hele deeg. Dus dat is niet goed. Maar dan zegt hij, ik vertrouw van u in de Heere dat gij niets anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Dus hij zegt, ik vertrouw van u in de Heere. Dan denk je, ja, hoezo vertrouwt hij dat, dat het weer goed komt? Ik vertrouw van u dat gij niets anders zult gevoelen, staat er, als ik dat weglaat. Dan zou je zeggen, nou, ik vertrouw dat jullie ook met mij eens zullen zijn en zo voelen. Ja, maar dat is, nou, hij zegt in de Heere. Ik vertrouw in de Heere. Dus als jullie inderdaad je dit aantrekken, ja, en worden gehoorzaam aan wat de Heere wil, wat ik jullie vertel, ja, dan zullen jullie inderdaad niets anders gevoelen. Dus als het in de Heere is, dan zal dat zeker goed komen. Dat bedoelt hier Paulus een beetje te zeggen, ja. Want hij kan niet zomaar zeggen, ja, ik vertrouw wel dat het goed komt. Nee, want hij zegt zelfs in hoofdstuk 4, vers 19, mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren totdat Christus een gestalte in u krijgen. Hij zegt wederom, doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Dus hij zegt, ik ben in twijfel over jullie, ik vraag me wel af of dat allemaal wel goed komt bij jullie, of jullie wel naar me willen luisteren. En nu zegt hij, ik vertrouw van u in de Heere dat gij niets anders zult gevoelen. Ja, in de Heere, als ze zo eenmaal weer zich zullen opstellen, dan zullen ze inderdaad Paulus weer volgen. Zie je? Dat is eigenlijk, nou, terug naar Filippenzen. Filippenzen 4. En dat is ook met die vrouwen zo, zegt hij. Dus in vers 1 staat al zo in de Heere, ja. En in vers 2... Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. Dat is waar het om gaat. Kijk, in 1 vers 27 van Filippenzen, dat is het tegenovergestelde. Hij roept hun op om eensgezind te zijn, één van zinnen. Hè? Kom weer bij je zinnen. Doe weer even normaal, ja, dat is je zinnen, ja. Je bent soms buiten zinnen. Dan ben je niet meer bij je verstand, zeg maar. Je moet eens van zinnen zijn, één van denken, één van gezindheid. Nou, in 1 vers 27 zegt hij, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat, kijk, in één geest, met één gemoed, ja, dat is ook een beetje een ander woord voor één van zinnen, één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Zie je echt één, hè? Maar is het één met streepjes erover, hè? Dus een eenheid, dat je daar één in bent, één gemoed. En dan kan je ook gezamenlijk strijden door het geloof van het evangelie. Je hebt een evangelie, dat bevat een geloof. Daar geloven wij in. Nou, daar hebben wij wel strijd in, ja? En dan moet je wel natuurlijk geen partijschap hebben, zoals bij de Corinthiërs bijvoorbeeld. Of dat twee personen, misschien waren het wel terug naar Filippenzen 4. Het is toch bijzonder dat hij daar twee vrouwen noemt, ja? Maar ik denk dat hij het toch hier noemt, omdat hij denkt, ja, voordat het uit de hand gaat lopen. Euodia en Syntyche, twee vrouwen, misschien wel twee sterke karakters, ja. En misschien dat ze allebei een bediening in de gemeente hebben. En er is misschien jaloersheid, afgunst, weet jij veel. Ik weet het niet zeker, kan het niet echt zien hier. Maar hij wil dat ze in de Heere weer eensgezind zijn. Want anders kunnen we problemen krijgen. Kijk bij mij in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. Het mooiste Paulus zegt dat hij de focus legt op in de Heere. Want zo los je problemen namelijk op. Niet altijd door in het probleem te gaan zitten roeren. Ja, dat doen psychologen. Psychologen hebben altijd werk zat. Je kan iedereen naar een psycholoog sturen. Ik bedoel, hij gaat gewoon graven in je verleden. En hij zal altijd wel vinden iets wat, ja, waar je teleurstellingen hebt of tegenslagen heb gehad of vervelende ervaringen heb meegemaakt. Geen probleem, want die heeft iedereen in deze wereld. Ja? Nou, en dan ga je daar een beetje over praten. Nou, dan komt er genoeg naar boven en dan kan je daardoor anderen
Dan kan je daar dus een hoe zeg je dat? Een reden vinden, een alibi. Dat is het eigenlijk. Een alibi voor je gedrag, wat je dan vertoont. Hè, dat mensen zeggen, ja, ik heb een slechte jeugd gehad, ik heb dit en dat en dat en dat. En dat is dus de reden waarom ik dit niet doe. Ja? Oké, ik begrijp wel, in het verleden kunnen dingen gebeuren waardoor je gevormd wordt. Maar je hebt wel een geweten waardoor je weet dat je bepaalde dingen niet mag doen. Dat is niet goed te praten. Ja? Nou, en hier zie je bijvoorbeeld, want we moeten goed in de Heren. Dus als er problemen zijn, en dat is overal zo met gelovigen, de focus moet zijn op de Heren. Dus als je kijkt eventjes naar 1 Korinthe 10 vers 16 en 17, wat zegt hij daar? De drinkbreker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Nou, we hebben het laatst een tijdje geleden over het avondmaal gehad. Wat we goed moeten begrijpen, wij zijn met elkaar dat ene brood. Ja? Nou, als je een brood gaat snijden, krijg je allemaal plakjes. Ja? Zo kan je het eigenlijk zien, we zijn allemaal een sneetje brood eigenlijk. Maar samen, als je dat weer tegen elkaar aan doet, dan zie je dat ene brood. En we zijn dus wel allemaal, hoe zal ik het zeggen, allemaal aparte personen in de Heer Jezus Christus, gelukkig wel. Ja? Maar toch zijn we met elkaar wel dat ene brood. Ja? Daar zijn we van deelachtig. Dat is goed dat je dat beseft, ja? Dus dat je die andere persoon voor je ziet, dat je die ook zo ziet. Want kijk, als je kijkt in 11 vers 27 en 28, in 1 Korinthe 11 vers 27 en 28, nou, in de Korintiërs was dat dus niet zo. Die ontkenden juist die eenheid die ze hadden. Door, ja, alles wat ze daar deden, het was allemaal partijschappen, dus met die twee vrouwen wat je net leest. Ja, dat krijg je ook als dat tegen elkaar ingaan, dan krijg je op een gegeven moment ook van, ja, ik ben voor die, ik ben voor die. Dat kan zomaar gebeuren, ja. En dan begint de ellende. Maar 1 Korinthe 11 vers 27, zegt Paulus, wie dan, zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Ja. Dus onwaardiglijk. Dat, kijk, dan krijg je dus resultaat, ja, dat op een gegeven moment, als zoiets uit de hand loopt, ja, ja, dan is er geen eenheid meer in de gemeente. Ja? En dat is wat Paulus die feiten van die Korintiërs ook zegt. Ja? Maar onderzoek jezelf en eet op die manier van het brood en de drinkbeker. Ja? Dus terug naar Filippenzen. Of nee, ik ga even met jullie naar 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12, over die eenheid. Een heel belangrijk, of mooi hoofdstuk daarover is natuurlijk 1 Korinthe 12. Vers 12. 1 Korinthe 12, vers 12. Want ook, want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam velen zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Hier noemt hij het weer het lichaam. Want met een brood wat ik net zei, hij gaat dan nu zo meteen ook laten zien. Als je natuurlijk een lichaam hebt, dan heb je handen, voeten, benen. En dat is een mooi beeld om te laten zien. Die staan allemaal ten dienste van elkaar in het lichaam. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Zie je? Wij allemaal zijn allemaal wel door die enezelfde geest in dat ene lichaam gedoopt. Zie je, allemaal één. Het is allemaal het woordje één. Door één geest tot één lichaam. Wij allemaal. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. We hebben dat lichaam, maar het bestaat dus uit al die leden. Lidmaten, ja, armen, benen, voeten, oog, oor. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is die daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, omdat ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Ja, natuurlijk wel. Het oog is dan wel niet het oor, maar toch, hij is ook van het lichaam.
waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Dat is mooi om je daarin te verplaatsen, ja? Met andere woorden, alles is nodig. Ja, er kan er niet één zijn, zeggen, ik ben niet de belangrijkste, het draait om mij. Want als jij het oor bent, maar we moeten het lichaam zonder oog. Dus een oor alleen is ook, ik bedoel, er zijn mensen die zijn blind, of er zijn mensen die zijn doof. Dat is toch verschrikkelijk als je dat bent, ja? Dan ben je toch niet compleet. Nee, waar het gehele lichaam het oog, vers 17, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, en iegelijk van dezelfde, in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Kijk, ik heb mezelf niet in het lichaam gezet. Nee, dat heeft God gedaan. Dus wij hebben elkaar ook niet uitgekozen in de gemeente. Dus die vrouwen die we net lazen, Euodia en Syntyche, die hebben elkaar ook niet uitgekozen. Maar God heeft hun wel in datzelfde lichaam. Dus hij heeft ons in één klap in elkaar gevoegd en aan elkaar vastgemaakt. Ja, zo zit het wel in elkaar. En of je dat leuk vindt of niet, misschien kan je, misschien heb je wel iemand waar je ontzettend hekel aan hebt, gehad altijd. En ja, je komt zelf tot geloof en die persoon die komt ook tot geloof. En zit je opeens in dezelfde bank, ja? Nou, dat is wat er gebeurt. En door Gods geest en zijn woord kan dat. Dan worden vijanden worden in Christus één. Dat is mooi. In vers 19, waren zij allemaal één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. Dus we zijn met z'n allen, het zijn veel leden, net zoals mijn lichaam, maar samen vormen ze één lichaam. En dan functioneert het lichaam ook. En zo is de plaatselijke gemeente exact hetzelfde. Ja? We zeggen ook, het is alles een familie, daarom ook broeders en zusters. Maar aan de andere kant, als je het spreekt over één lichaam, dan merk je, hey, we zitten helemaal aan elkaar vast. Zoals mijn arm, ook in mijn lichaam met spieren en alles. Het zit allemaal met elkaar in verbinding. En het oog kan niet zeggen, vers 21, tot de hand. Kijk, daar zegt hij, ik heb u niet van nodig. Of wederom, het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van nodig. Nee, of ja, veel eerder leden die ons dunken de zachtste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloedige versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van nodig, maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen hetzelfde gebrek heeft. Kijk, opdat geen tweedracht in het lichaam zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Nou, wij hebben in de gemeente ook bij ons allemaal veel vrouwen die ook in de zorg zitten. En dan zie je, gelijke zorg dragen, dat is iemand verzorgen dus, ja. Bijstaan, ondersteunen, helpen, maar geen ongelijke zorg, ja. Niet de een boven de ander. Gelijke zorg, dat is wat de Heer wil. Anders krijgen we tweedracht. Anders krijgen we partijschappen. Nee, want in het lichaam van Christus, God houdt niet van de een meer dan van de ander. En die houdt, ik stel mezelf misschien graag op de voorgrond. Nee, God, die ander is net zo belangrijk. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. Daar zie je echt die eenheid van een lichaam. Ja, ook als een lichaam wat mankeert. Ja, we weten het, als je een wondje krijgt, dan zie je gelijk, dan stroomt het bloed er naartoe om te zorgen dat het vuil eruit gaat. En tegelijkertijd zit er ook weer stolsel in, als ik het goed zeg, het goed, hè, om ook te zorgen dat je niet doodbloedt. Dat is allemaal, het hele lichaam komt in actie. En even kijken hoor. Dus al de leden, ja, dat is die betrokkenheid van een gemeente. Ja? Dat men aan elkaar denkt. Daarom is het ook belangrijk. Ja, ik heb jou een tijd niet gezien. Ik heb je ook een tijd niet aan je gedacht. Hey, heb je wel ook voor mij gebeden? Ja? Dan vergeet je iemand namelijk niet.
En gijlieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Dus wij zijn het niet zomaar een lichaam. Hij vergeleek het dus met een lichaam. En dan zegt hij, jullie zijn wel het lichaam van Christus. Ja? Niet zomaar, jullie zijn echt de belichaming van de Heer Jezus Christus. Hij is het hoofd, dat wil zeggen, hij is het brein. En hoe kan ik nou weten wat mijn brein wil, dat mijn lichaam gaat doen wat het brein wil? Nou, dat is natuurlijk de zin van Christus, is in de Bijbel. Kijk, even dat zegt hij in 1 Korinthe 2. Ja. Dus hij is het hoofd. Dat wil niet, dan moet je niet kijken naar een hoofd, zo mijn hoofd met ogen, oren en zo. Hij is het hoofd. Hij is, kijk, vers 6, 2, vers 16, 1 Korinthe 2, vers 16. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus, zegt Paulus. Ja, en wij ook. Want de zin van Christus, God, wat de Heer Jezus wil, wat hij denkt, dat staat in zijn brieven. En dan heb ik, als ik dat lees en mijn eigen maak, nou, dan krijg ik dat dus. Dat denken, dat gaat dan in dat lichaam, nou, van mij persoonlijk natuurlijk, maar in de plaatselijke gemeente, als wij dat allemaal doen, ja, nou, dan hebben we dus wel een eensgezindheid. De zin van Christus. Dan hebben we dat met elkaar. Zoals ook bijvoorbeeld het lichaam van Christus is een tempel van de Heilige Geest. Dat is wereldwijd. Het hele lichaam van Christus is een tempel van de Heilige Geest. Dat woont God, ja. Maar onderling, ik ben zelf ook een tempel van de Heilige Geest. Dus als wij de plaatselijke gemeente hebben, dan noemt hij ook het huis van God. Dus waar God woont, dat zijn de leden dan, niet dat gebouw. Zoals wij zonder bij elkaar komen, dat is het huis Gods. Niet in omdat wij in het gebouw zitten, maar de leden met elkaar die de plaatselijke gemeente vormen. Nou, dat zijn met elkaar, wij zijn ook zelfstandig, allemaal tempels. Dus allemaal tempeltjes bij elkaar vormen één grote tempel. Nou, zo ook met de zin van Christus, de eensgezindheid. Als we allemaal nou, zoals Paulus ook zegt, wordt vervuld met de geest en de zin van Christus hebben. En we hebben dat met elkaar. Nou, dan zal je zien, dan krijg je een eensgezinde gemeente en ook een krachtige gemeente. Ja? En dan kunnen ze ook gezamenlijk strijden. Nou, kijk, gaan we terug naar Filippenzen. Filippenzen 4. En daar draait het natuurlijk altijd om, hè? Zijn wij bezig met het woord? Of zijn we alleen met een beetje kennis bezig? Of alleen op zondag? Of alleen misschien op woensdagavond? Nee. In vers 2. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. De probleem oplossen voor iedereen. Voor elk mens. De focus is op hem. Want iedereen heeft nou eenmaal zijn tekortkomingen. Ja? En hoe gaan wij die oplossen? Nou, hij zegt eensgezind, niet dat ze eensgezind zijn voor de Heren, maar eensgezind in de Heren. Ja, belangrijk. Dus, ja, dat is in hem. Dus dat je de zin van Christus hebt, dat je weet wie jij bent in Christus, maar wat ook heel belangrijk is, dat je ook weet dat die ander ook in Christus is. Ja? En dat moet je nooit vergeten. Dus kijken we maar even in Romeinen 15. Romeinen 15, vers 5. Nog even over die eensgezindheid. Doch. Kijk nou vers 1, 15 vers 1. Romeinen 15 vers 1. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Dus Paulus zegt, wij die sterk in de leer zijn, zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen. En niet onszelf te behagen. Dus dat wil zeggen, in dit geval gaat het over een sterk en een zwakke in het geloof in de leer. Maar het principe is dat je elkaar helpt, ja, en niet jezelf behaagt. Want wat doet liefde? Liefde is niet van ik, ja. Dat is hier met gelaten. Ja, jullie verscheuren elkaar. Maar de wet wordt in één woord vervuld, dat is gij zult elkander lief hebben als jezelf. Dus dat is niet ik, maar dat is de ander te behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behagen ten goede,
tot stichting. Want ook Christus, kijk, is natuurlijk ons voorbeeld. Christus heeft zichzelf ook niet behaagd. Nee, maar gelijk geschreven is, de smadingen, degene die u smaden, zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting de schriften hoop zouden hebben. Dus door de schriften krijgen we lijdzaamheid en vertroosting. Vers 5, doch de God der lijdzaamheid en van de vertroosting geef u dat gij eensgezind zijt onder elkander na Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, dus dat wij eensgezind zijn onder elkander na Christus Jezus. En dan waarom? Opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan, daarom, daar is wel iets voor nodig. Neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods. Nou, neemt elkander aan, zoals Christus ook ons aangenomen heeft. Stel je voor, als hij zo zou gaan kijken, zoals ik misschien wel staan onder kijk. Ja? Wij hebben natuurlijk allemaal ons vooroordeel. En we zien altijd de tekortkomingen bij een ander, maar nooit bij onszelf. Ja, ja, dat doet het woord wel. Of het moet iemand zijn die tegen je zegt als je zelf niet ziet. Maar de tekst is, kijk, waar het belangrijk om gaat, is dat je elkaar aanneemt. Maar wat is dan voor ons dan de kracht om dat te doen? In de wereld probeert men dat natuurlijk ook. Maar die hebben alleen maar de zondige natuur. Maar er staat iets bij, gelijk Christus ons aangenomen heeft. Zie je dat de focus op Christus ligt? Dan ben ik in staat om het te doen. Want ik weet, ja, als ik weet, en we kennen onszelf het best, en we weten allemaal, dat vind ik juist mooi met gelovigen, ook met liedjes, bijvoorbeeld met die gaiters, als je dat wel eens ziet. Ik ben een zondaar, en ze slaan zich op de borst. Ik was maar een ellendeling. Paulus zegt ook, ik ben een ellendeling eigenlijk. Ik ellendig mens. Maar dan vind je helemaal niet erg om dat te zeggen, want dan ga je daarna roemen in Christus, want... Maar ja, ik ben gered door genade, ik ben een nieuw schepsel. En dan word ik gewoon, ik schaam me niet om te zeggen dat ik een ellendeling ben. Ja, dat was ik inderdaad. En daarom, Christus heeft mij gered. Maar in de wereld, wie zegt dat van zichzelf? Dat hij een ellendeling is en dat hij alleen maar de hel verdient. Ik kom ze niet vaak tegen die dat van zichzelf zeggen. Maar een gelovige kan het gewoon doen. Hij beseft dat hij Christus heeft zijn naam aangenomen. Dus wij weten hoe wij waren. En hij heeft mij toch aangenomen. Hij heeft toch, is hij van mij in het kruis gegaan. Dus ik heb nu iets waarop ik andere mensen nu kan bekijken. Zowel mijn broers en zusters, ook de ongelovigen natuurlijk. Want ik was eertijds ook zo. En hij heeft me toch aangenomen. En dat is een krachtige boodschap voor de gelovigen. Ja? Dat wij toch met iedereen vriendelijk kunnen omgaan. Ik zeg niet dat we dat altijd doen. Maar als we ons goed... beseffen wie wij zijn in Christus, wat hij voor ons gedaan heeft, dat hij mij heeft aangenomen, heb ik geen enkele grond meer om iemand te veroordelen. Het staat ook ergens in de psalm, hè? Als wij slecht over een ander praten, andere mensen praten, dan zondigen we eigenlijk. En juist omdat we nu in Christus zijn aangenomen, ja, dan weten we dat natuurlijk maar al te goed dat dat waar is. Nou, Efeze 4. Onze eenheid, kijk, maar daar moeten we dus ook wel iets voor doen. Het gaat niet vanzelf. Daarom zegt hij ook, staat al zo in de Heer. Je moet gaan staan. Dat is een keus die je maakt. Kijk, in vers 1, zo bid ik u dan, Efeze 4 vers 1, de gevangenen in de Heer, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Hoe gaan we dan wandelen? Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragen elkander in de liefde. Kijk, en dan u benaastigende. Wij moeten ons benaastigen om het woord en waar het recht te snijden, zegt Paulus. Maar we moeten ons ook benaastigen om te behouden, ja. Nou, wat is nou dat behoud? Dat is dat je ervoor gaat staan. Staat al zo in de Heere. Wees eensgezind in de Heere. Dus benaastig je te behouden...
de eenheid des geestes door de band des vredes. En dan zie je eronder staan, één lichaam is het en één geest, gelijkerwijs ook gij geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Here, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die er is boven allen en door allen en in allen. Nou, dat is de eenheid des geestes die we hebben. Ik weet niet of die zusters in Filippenzen of die daar de oneenigheid in hebben. Ik denk het niet. Ik denk dat het meer te maken heeft met karakters die botsen of ze hebben een bediening en daar... Misschien heeft het met dat de een zich misschien benadeeld voelt ten opzichte van de ander. Ja, en daar zou het goed mee. Maar dit is onze eenheid in Christus, ja. Nou, kom op. We gaan naar Filippenzen terug. Je kan het, als je het daar, als wij denken aan de eenheid in Christus, eensgezind in Christus, waar hij hun toe oproept, eensgezind in de Here. Ja, je hebt bijvoorbeeld een karrewiel en dan heb je natuurlijk allemaal spaken. En je hebt in het midden heb je natuurlijk die as. En de as is Christus, ja. En die spaken zitten allemaal in die as. Als je er eentje weghaalt, dat is net zoals het lichaam, ja, dan snij je wat af. Maar dan wordt natuurlijk de constructie, die wordt natuurlijk verzwakt. Hoe dichter je bij de as blijft, zeg maar, hoe dichter je bij Christus blijft, dat is met die spaken ook, ja. Hoe dichter ze in die as zitten, hoe sterker ze zijn. Nou, en dat is met ons ook zo. We zijn natuurlijk met ons leven, is met Christus verborgen in God. Ja, maar in ons dagelijks leven, dat we eensgezind zijn in de Here, zo dicht mogelijk bij de Here blijven. En dat geldt voor hun ook. Wees eensgezind in de Here. Dus ja, wat je natuurlijk nog wel eens ziet als er problemen zijn, dat is in de wereld zo. En dat is bijvoorbeeld in huwelijken ook zo. Er zijn er bijvoorbeeld huwelijksproblemen en dan, nou ja, daar wordt goud geld aan verdiend. Ten eerste kan je natuurlijk, je kan al een makelaar in scheidingen zijn. Dus daar kan je overal eens geld aan te verdienen. Dus ook aan ellende sowieso, ook aan scheidingen. En dan, of we gaan dat proberen op te lossen. Nou, dan krijgen ze dus een mediator of een psycholoog. En dan is men met counseling bezig. Maar wat krijg je in zulke situaties? En dat is natuurlijk ook, als je over deze twee zusters praat. Hoe ga je het nou oplossen? Hoe los je het nou op? Is dat dus helemaal tot op het bot aan tafel gaan zitten en het allemaal met vragen en helemaal gaan onderzoeken waar nou het probleem zit? De kortste weg is gewoon dat je hun wijst hun positie in Christus. Dat ze dat goed beseffen. Ja? En dat jij het alleen van hem kan verwachten. En dat jij moet gaan wandelen in Christus zoals Christus dat wil. Ja? Maar anders krijg je de situatie. En dat zie je dus met die praatsessies ook allemaal. En met huwelijken, met counseling. Dan is het allemaal, dat heb ik wel eens op televisie ook gezien. En dat is alleen maar met de vinger naar elkaar wijzen. Het is altijd tekortkoming van de ander. Maar daardoor ben ik niet gelukkig. En daarom doe ik dit, want hij heeft dat gedaan. Maar die ander zegt al, ja, maar jij... En zo gaat het maar door. Er komt geen eind aan. Dus je ziet ook vaak, met zulke sessies... Die zijn ook niet in één keer afgelopen. Dat is soms een jaar, twee jaar. En de psycholoog, die schrijft mijn rekeningen natuurlijk. Het is helemaal niet zo in zijn belang dat het in één keer afgelopen is. Ik ken gevallen waar die dus ook inderdaad al maanden bij zo'n... Bij zo'n counseling zitten. En het is nog niet opgeschoten. En toch tegen hun, wees eensgezind in de Here. En daar gaat het om. Dus ik zou zeggen, je focus moet helemaal op Christus zijn. En soms kan er een derde nodig zijn in de gemeente. Dat zie je bijvoorbeeld met rechtszaken ook, zegt Paulus. Er waren rechtszaken. Hij zegt, ga je naar de rechter? Kan je bij ons in de gemeente iemand vinden die tussen broeders gaat rechtspreken? Hier ook. Ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel. Nou, dat is natuurlijk vreemd. Denk je, tegen wie praat hij nou? Hij heeft een brief geschreven aan de Filippenzen. Nou, ik denk zelf dat Epafroditus, die ziek was, in hoofdstuk 2, dat hij de brief heeft meegenomen. En die leest natuurlijk, want hij neemt hem mee. Hij komt... Iedereen is blij dat hij weer terug is, want hij was ziek. Hè? Dat kun je in hoofdstuk 2 lezen. En hij komt weer terug in Filippi met een brief van Paulus. Dus ja, die wil iedereen natuurlijk wel horen. Dus die gaat hij natuurlijk voorlezen. En dan zegt hij,
Ik bid ook u, gij mijn oprichter metgezel. Nou, de naam staat er niet. Ja, zou het Epafroditus zijn? Dan denk ik bij mezelf, dan zou hij dat toch wel tegen hem gezegd hebben. Timotheus, nou, die staat in hoofdstuk 1, vers 1. Dus ik denk zelf dat het gewoon iemand is in de gemeente. En iedereen schijnt te weten wie die bedoelt, waarschijnlijk. Een oprechte metgezel. Nou, ik weet het niet. Ik weet, er zijn allemaal uitleggingen over, maar ik zou het niet kunnen opmaken hieruit. Maar in ieder geval, hij zegt wel dus tegen een persoon nog, hij roept die twee op, maar ook tegen die oprechte metgezel zegt hij, zijt deze vrouwen behulpzaam. Zie je? Dus help ze erbij. Dat het niet uit de hand gaat lopen, maar zorg dat ze zich weer gaan focussen in de Heer Jezus Christus. En dan, dat is eigenlijk de 100% garantie. Als wij als gelovigen dat doen, ja, ga je eens even goed nadenken over jouw positie in Christus. Ja? En wat is de oplossing die God daarbij geeft voor ons? Nou, dat kom ik zo op. Maar, nou, ik moet trouwens bijna eindigen. Maar in ieder geval, hij zegt, zij deze vrouwen behulpzaam, zie je? Die, en dat zijn niet zomaar vrouwen, die met mij gestreden hebben, niet voor mij. Nee, want, ik bedoel, Paulus wil niet de held van ons zijn. En dat moeten wij ook niet willen zijn. Nee, met mij, namelijk, in het evangelie, zie je, daar gaat het om. Maar ze hebben wel met Paulus gestreden. Dus het zijn toch, en als je denkt aan de Filippi, wie was de eerste gelovige van de gemeente te Filippi? Lydia. Ja. Ze gingen, dat kan je in Handelingen lezen, maar die gingen dus in Handelingen 16, als ik me niet vergis, of 17, nee 16. Dat Paulus ging toen naar Lydia in Filippi, ging die naar de waterkant en daar zaten de vrouwen. Die kwamen daar bij elkaar en een synagoge was daar dus schijnbaar niet, want een synagoge die is er pas als er 10 Joodse mannen zijn. Of 10 Joodse mensen, dat wil ik vooral zijn. Maar in ieder geval, en ze waren dus aan de waterkant om daar te bidden op de Sabbat. Dus dat Lydia was een Joodse vrouw. En daarna zie je dat de stokbewaarder erbij komt. En nu zie je nog meerdere namen. En Paulus had natuurlijk vaak ook vrouwen, ook voorname vrouwen, als je in Handelingen leest, die hem volgden. Maar ook aan de andere kant, ook veel voorname vrouwen die tegenstonden. Dus dat is apart dat je dat vermeld ziet. Dus die hebben toch wel op een of andere manier best wel ook wel veel invloed gehad. Ja? Zowel voor als tegen het geloof. Maar de Heer Jezus Christus heeft natuurlijk ook gezien dat hij veel vrouwen had die hem volgden. Nou, we weten met deze boodschap ook, met hier in Nederland, dan zien we ook helaas juist veel vrouwen die helaas tegenstand bieden tegen dit evangelie. Maar deze twee hebben juist met Paulus gestreden in het evangelie. Nou, die strijd, dat was behoorlijk hoor. Want kijk, maar Paulus werd gevangen genomen, die werd in de gevangenis gegooid daar. En dan, ook met Clemens. Nou, die naam kom je ook nergens voor in de Bijbel. Clemens. En dat is een heidense naam. Die andere twee zouden, maar dat weet ik niet zeker, Joods kunnen zijn. Maar ook met Clemens en andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Dus hij zegt, wees deze vrouw behulpzaam die met mij gestreden hebben. En ook met Clemens, dat is ook een vrouw. Dus er zijn al drie vrouwen die Paulus hebben ondersteund. Ja? En nu dreigt er een conflict tussen die personen te komen, waardoor het misschien een brandje is, nu nog een klein binnenbrandje is, maar dat misschien toch grote gevolgen kan hebben. Dus hij zegt, ik vind het bijzonder dat dat zomaar zo openlijk in die brief staat. Ja? Hij had ook tegen Epafroditus kunnen zeggen, joh, Epafroditus, zeg even tegen die en die, dat hij dat eventjes, want hij heeft natuurlijk boodschap daarvan gekregen. Maar hier is dus een belangrijk principe waarschijnlijk, ja, dat als het zo uit de hand lopen, dat je het zelf dus ook in het openbaar zoiets moet wel gaan oplossen. Ja? Eerst natuurlijk altijd onderling, maar je ziet, die Paulus schrijft het wel gewoon in zijn brief. En zie je, met Clemens en de andere mijn medearbeiders, noemt hij medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Dus ja, daar kom ik volgende keer op. Het boek des levens, daar is ook een heleboel misverstand over. Maar één ding is zeker,
ondanks die tekortkomen, ondanks wat er gebeurt, er staat hier ook een vertroosting. Hun namen staan allemaal in het boek des levens. En het boek des levens, dat betekent als jouw naam erin staat, dan heb je eeuwig leven. Het is het boek van het leven. En dat gaan we de volgende keer ook zien, want je hebt ook meerdere boeken in de Bijbel. Ja? En als je hebt ook het boek van de werken. Ja? En op grond daarvan word je geoordeeld. Dat gaan we de volgende keer allemaal zien, dat met het boek des levens. Maar hier gebruikt hij het boek des levens voor hun. Kijk, allemaal, ook Sintige, Euodia, Clemens, die met Paulus gestreden hebben, al de medearbeiders, hij noemt in feite de hele gemeente hier, ja, die hebben met hem gestreden. En die staan allemaal in het boek des levens. Met andere woorden nu, ik ga afsluiten. Verblijd u in de Heere, heb je het weer. In de Heere. Mensen, ja, hoe verblijd je je tegenwoordig, ja? Nou, er is genoeg te bedenken, ja. Jullie gaan lekker naar Amerika, daar kan je je verblijden. Maar we weten allemaal, nu denk je, eerst denk je, nou het duurt nog heel lang. En dan denk je, nou, het is bijna zover. En zo ben je thuis, denk je, is het nou al voorbij? Ja? En dan is die blijdschap van Amerika, heb je dan nog, maar op een gegeven moment gaat het gewoon een leventje weer. Ik bedoel, niets is blijvend. We hebben een liedje ervan, hè? Niets is hier blijvend. En dat is ook zo. Maar in de Heere, die blijdschap, die blijft altijd. Dus daarom verblijf je in de dingen van de Heere. Dus daarom ook zo mooi dat je ziet in 3 vers 9 dat Paulus zijn verlangen, ja, om hem te kennen. Dat je leest niks over hier op aarde. Wat hem die blijdschap en zijn verlangen is om te hebben. Christus is de focus helemaal van Paulus. En daarom, onze blijdschap zit ook daarin. Want die blijdschap, in Johannes zegt hij ook, niemand kan u deze blijdschap afnemen. Ja, het is bijzonder als je mensen gelovig worden. En dan zie je dat ze allemaal blij worden. Dan krijgen ze de geest gaat in hun wonen. En ik heb die tekening niet bij de hand, anders kon ik hem laten zien. Oh, ik zal hem even pakken. Ik heb het er wel eens vaker over gehad. Ik hoop alleen dat het te zien is. Ja, dat is wel te zien, ja. Even kijken. Het is even moeilijk om het goed te doen. Ik doe het in spiegelbeeld. Je ziet hier het kruis. Ja. Ja. Doe ik dat goed? Ja, zo. Je ziet voor het kruis iemand die gebukt onder de zonde, de last van de zonde komt. En dan kijkt hij op naar het kruis. En dan ziet hij dat, ja, hij voor Christus voor hem daar gestorven is aan het kruis. En die last, die legt hij er neer. Hij is gelovig geworden en hij weet, je ziet daarna, na het kruis is hij ook helemaal wit. En is hij zonder zonde. En hij loopt rechtop, de last is weg. Nou, als je dat weet, en dat is natuurlijk, voor het kruis, zo lopen de mensen. Ze kunnen allemaal best wel vrolijk zijn en leuke dingen doen. Maar iedereen heeft toch, hij is niet alleen schuldig tegenover God. Hij draagt ook de schuld met zich mee. Die heeft hij gewoon. Al zal hij het ontkennen, iedereen gaat gebukt onder last van de zonde. Ja? En dat kan misschien bedekt worden of geprobeerd weggemoffeld te worden. Ja, door allemaal leuke dingen te doen en daar maar niet aan te denken. Ja? Maar als je echt over hun dagen gaat denken en over de dood, nou, dan weet iedereen. Want iedereen weet dat God bestaat, Romein 1. Iedereen weet dat hij schuldig staat tegenover God. Dat weet hij, staat ook in Romein 1. En iedereen weet ook dat God dat eenmaal gaat oordelen. Nou, als je dat weet, ik weet nog goed dat ik tot die conclusie kwam, dat ik heb geprobeerd daar onderuit te komen, en dat het niet lukte. En toen dacht ik, nou, toen werd ik echt knap benauwd. Ja? Dus ja. En als je daar vanaf bent, ja, dan kijk, in de Heere. Dat was op dat moment toen ik gelovig werd, verblijd, maar dat is nog steeds voor mij de remedie in mijn dagelijks leven, voor alle situaties, om hoe de omstandigheden ook zijn. En roept dan ook in die gemeente, ja, verblijd je in de Heere. En laat het niet uit de hand lopen. Wederom zeggen we, verblijd u, uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. De Heer kan elk moment komen, hè? Stel je voor dat hij ons zo zal vinden. En de bescheidenheid, dat wil zeggen, uw vriendelijkheid of je gematigheid, laat die bekend zijn. Niet alleen hier in de gemeente, maar bij iedereen. Nou, kijk eens in de wereld om je heen.
Wat voor beeld heeft de wereld van het lichaam van Christus, van kerken? Nou, en dan hoef ik alleen maar de katholieke kerk te noemen. Ja, dan komt wel eens wat in het nieuws. Maar dat is bij de katholiek, maar dat kan ook bij een andere kerk, een protestante kerk zijn. Want dan zie je soms ook dat daar van alles gebeurt. Pas ook met rechtszaken, omdat dan heb je de PKN gekregen. En dan gaan de geloven met elkaar gaan ze voor de rechtbank. Dat heb je in kranten gestaan, nou, men smult ervan. En zo zijn er zoveel dingen waardoor het lichaam van Christus in discrediet komt eigenlijk. Ja? In de ogen van de wereld ook. En men bespot dat natuurlijk. En Paulus zegt, wacht eventjes, laat dat bij jullie niet zo, hou het binnen de buren, maar los het ook op. En zorg dat we dat op een nette en ook op een vriendelijke manier opgelost wordt. In Galaten 6 vers 1 zegt hij ook, doe dat met de geest en zachtmoedigheid. Ziende op uzelf, dat ook gij niet ooit een keer verzocht wordt. Wie mee te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dus let op en behandel de ander, dat ga ik volgende keer nog zien. Maar behandel de ander zoals God jou ook behandeld heeft. En hoe heeft hij dat gedaan? Nou, elke brief begint hij met, genade zij u in vrede. Hij had genoeg reden om boos op mij te zijn. En dat ik tegen hem ingegaan ben. Ik was ook dit en allemaal deugde niet. En hoe is hij met mij omgegaan? In genade. Ja? En daarom laat onze houding ook zo zijn. Dat we die andere persoon ook, als die misschien ook niet aardig is tegen ons, wat dan ook, ook dezelfde houding hebben die God de Vader tegenover ons heeft gehad en nog steeds heeft. Dat is de les die we eruit moeten trekken. Zullen we daarvoor danken? Ja, Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, dat u zo'n lief en goede Vader bent. Dat u van ons houdt en dat u onze zonden aan het kruis gedragen heeft. En dat we nu rechtop kunnen lopen. En we weten ook, we kunnen u recht in de ogen kijken, want onze zonden zijn vergeven. We zijn verzoend met u. Wie kan dat zeggen, Vader, in deze wereld? Dan alleen degene die zich weten verlost te zijn door het bloed van de Heer Jezus. Vader, ik dank u ervoor. Voor zowel jong als oud, Vader. Maar we kunnen daar zo blij om zijn. En dat we dat ook elke keer zullen gedenken, Vader, in deze wereld waarin van alles aan de hand is. En de blijdschap ver te zoeken is soms. Maar de blijdschap die wij in u hebben, kan niemand ons afnemen. En daar dank u voor. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.